Zijn er inmiddels vragen vanuit de zaal? Ik zie daar een vraag. Aangezien het uw werk is, hoop ik dat ik ervan uit mag gaan dat u je op YouTube filmpjes gezien heeft waarbij dezelfde getuigen in Amerika, maar ook in Europa, verslag doen van wat zij hebben gezien. Als u dat niet heeft gezien, dan weet u dat die er bestaan. Heeft u ze wel gezien? Wat is er op uw reactie? Denkt u van er moet iets van conspiracy theory waar zijn? Misschien heel even wat voor filmpjes probeert. Ja. Bedoelt u precies? In Boston, in New York, maar ook in Nice en Berlijn zijn aanslagen gedaan waarbij dezelfde getuigen voor de camera verschijnen. Oké, dezelfde getuigen verschijnen op verschillende plekken voor de camera. Wat denkt u daarvan? Ja, het is allemaal vrije nieuwsgaring. Ik ga ervan uit dat de aanslagen niet één op één met elkaar zijn verbonden. Ze komen voor een deel wel voort uit hetzelfde gedachtegoed. Vanuit dezelfde opvatting om een samenleving zeg maar, op te schudden door middel van een vreselijke aanslag. Ik geloof niet zo in conspiratietheorieën. Ik geloof ook niet zo in complottheorieën. Meestal kan je ze achteraf wel formuleren, maar meestal zijn ze te moeilijk om uit te voeren. En dat is eigenlijk mijn korte reactie hierop. Zo'n grootschalig verhaal, zo'n grootschalig complot, dat ziet u niet. Nee. Een andere vraag.